We zijn wel echt een bouwbedrijf, waarbij ik denk dat er weinig bouwbedrijven zo breed zijn qua organisatie als dat wij zijn. Ik pak ook de engineering zelf op, de grote hoeveelheid modelleurs die wij hier intern in dienst hebben. Ja, dat zie je bij weinig andere bouwbedrijven. Wij zitten heel vroeg bij de klant aan tafel. We zeggen wel eens voor de grap nog eerder dan dat hij weet dat hij bouwplannen heeft. We kijken ook wel eens namelijk naar van hoe hard een klant groeit. Dat is echt een super ondernemend bedrijf. De eerste dag dat ik hier kwam, zeiden ze al tegen mij, Niek, je bent de baas, regel het maar. Ik denk dat wij erg veel vrijheid krijgen. En waar bij andere organisaties wordt gesproken dat je in teams werkt, heb ik daar af en toe mijn bedenkingen bij. En ik weet zeker dat het hier wel het geval is. Je bent verantwoordelijk voor je eigen project. Je hoeft je ook niet te verantwoorden aan de directeur of het moet over meerdere lagen voordat je een akkoord krijgt om door te gaan. Je bent zelf degene die aan het stuur zit en je mag ook zelf de keuzes maken. Ja, wat het leukste is dus nogmaals de verantwoording die je daarin krijgt. En het team waar je samen mee werkt. Ja, en ja, de totale vrijheid die je daarin krijgt om dat te doen. Nou, de cultuur, ja, eigenlijk is het echt een platte organisatie, zoals wij dat noemen. We hebben eigenlijk geen lagen. Ik denk dat we hier een hele fijne werksfeer hebben. Een platte organisatie, dat wil zeggen, de deuren van de directie staan altijd open. Als je een keer wat minder in je vel zit, omdat er thuis bijvoorbeeld problemen zijn, dan wordt dat altijd heel snel opgepakt. En wordt je ook alle ruimte geboden om daar oplossingen voor te bedenken voordat je weer je hoofd allemaal gaat besteden aan het werk. Dus het is een ontzettend sociaal bedrijf waarbij we successen gewoon samen vieren. En ik denk dat de verantwoordelijkheid die iedereen hier neemt in zijn taak, dat vind ik persoonlijk ook een van de belangrijke dingen. Nou, je bent toch een spil binnen een team. En als je die spil eruit haalt, dan kan het voorkomen dat de organisatie binnen zo'n projectteam toch wel minder optimaal verloopt dan wanneer je iemand hebt die de overview houdt en de mensen op de juiste manier weet te bedienen. Dus ik zie me zeker als een kartrekker en ik hoop ook echt wel de rol te hebben om een team enthousiast te maken om het maximale uit te halen. Ja. Nou, ik vind het leuk om te werken als projectmanager omdat het eigenlijk heel veel verschillende facetten heeft. Veel verschillende disciplines die bij elkaar komen en dat je dat eigenlijk allemaal bij elkaar moet brengen. Zorgen dat het 100% klopt, dat het integraal is en dat het een compleet verhaal wordt. Als die klant mij in zijn keuken laat kijken, zegt hij eigenlijk tegen mij, je krijgt van mij alle vertrouwen, want jij mag in mijn keuken kijken en we gaan samen eigenlijk op stap naar het nieuwe gebouw. Hij legt eigenlijk alles open. Hij zegt, dit is het, dit heb ik gepresteerd. Ja, dat vind ik heel mooi om te zien. Er zit heel veel trots zit erin. En dat vind ik buitengewoon leuk dat zo'n klant dat aan je wil laten zien. Ja, dat vind ik mooi. Het lijkt voor de leek heel misschien dat wij alleen maar logistieke gebouwen of parkeergarages bouwen. Maar er zit veel meer techniek en proces achter dan de buitenwereld zou denken. Nou, wat ik heel gaaf vind aan het dat wij eigenlijk in de afgelopen jaren wel hebben laten zien dat die parkeergarages, die hoeven niet van die lelijke betonnen kolossen zijn waar je echt niet gezien wil worden. Maar dat het ook prima gebouwen kunnen zijn die een toegevoegde waarde hebben aan de omgeving. Je werkt met al die partijen samen. Opdrachtgever zit je veel bij, architect. Dus je moet goed kunnen communiceren, je moet betrouwbaar zijn. Ja, en daarbij goed kunnen organiseren, goed plannen. Ik vind ook dat je kritisch moet zijn. Heel kritisch naar jezelf toe, kritisch naar het werk wat je krijgt van anderen. Kritische houding daarin. De begeleiding is eigenlijk, wat je nu vooral ziet, is dat, dat er koppeltjes gevormd worden. Dus als jij hier nieuw in dienst zou komen, dan zul jij gekoppeld worden aan een collega die hier al een tijdje werkt en die zou jou op sleeptouw nemen en wegwijs maken in de werkwijze van aan het zeggen. We kunnen nog zulke mooie verhalen gaan houden, maar het zelf ervaren en zien, dat hoop ik, is dat overtuigend genoeg.